We staan in Ter Apel, dé plek in Nederland waar bijna alle asielzoekers zich eerst moeten melden. Bij hoge uitzondering mag RTL Nieuws een dag binnenkomen kijken. Dagelijks kloppen er honderden mensen aan om asiel aan te vragen in Ter Apel. Ik ben van Afghanistan. What do you hope to find here? Peaceful. So why do we have to go? Because I didn't sleep for two nights. Het is erg druk bij de opvanglocatie. Zo druk dat er soms zelfs mensen op stoelen moeten slapen. Hier achter mij is het aanmeldcentrum. En eigenlijk is dat de plek waar het bijna iedere dag vastloopt. Omdat er simpelweg te veel mensen binnenkomen. Waardoor niet iedereen naar de juiste plek kan worden gebracht. Die juiste plekken zouden deze woningen moeten zijn. Hier wachten nieuwkomers tot ze geregistreerd kunnen worden bij het aanmeldcentrum. Ter Apel is eigenlijk een soort klein dorp. En in alle huisjes hier verblijven asielzoekers. Binnenfilmen mogen we niet om privacyredenen. Maar je kunt ervan uitgaan dat elk huis vol zit. En dat is het terugkerende probleem. Alles zit hier vol. Dit is de nachtopvang. Asielzoekers die binnenkomen in Ter Apel, maar niet voor sluitingstijd geregistreerd worden, kunnen hier één nacht overnachten. Daarna worden ze doorgeplaatst. Maar bij één nacht blijft het vaak niet. Maar als het om meerdere mensen gaat, of grote aantallen gaat, dan kan het zo zijn dat ze niet op één dag tot het proces heen komen. En mensen dus weer terugkomen hier ergens in de stap van het proces. Als de nachtopvang vol zit, dan komen asielzoekers hier terecht, in de sporthal. Hopelijk voor één nacht, maar het kunnen er meer zijn. 50 mensen slapen hier op matjes met wegwerpdekentjes. Dat komt omdat dit de laatste optie is voordat het stoelen worden. En op die stoelen moeten mensen dan slapen? Ja. De procedure voor een verblijfsvergunning hoort 90 dagen te duren, maar vaak wordt het langer. I'm waiting now for 9 months. If you want to a lesson, if you want to study, if you want to go to the university, if you want to work, you have to have the resident, the V number and the resident. So without it we can do nothing. Toch proberen ze hier de leefsituatie zo goed mogelijk te maken. Er is hier ook een school voor kinderen die langer in Ter Apel verblijven. De school heeft zelfs de status excellent gekregen. De kinderen leren hier Nederlands of andere vaardigheden. Is het dezelfde knop? Ja. De oranje of niet? Dat mag jij kiezen. Het is jouw vis. Ja. Ik heb een aantal kinderen, dat zijn statushouders, dus die wonen dan in Ter Apel. Of Vlagwedde Sellingen, hier in de buurt. En zij zijn hier een jaar tot anderhalf jaar op school en daarna stromen ze door naar regulier onderwijs. En de kinderen die echt hier op het centrum wonen, dat varieert van 70 weken tot 3 weken. Ja, dus sommige mensen die echt hier heel eventjes in de klas komen zitten. Ja. Als een verblijfsvergunning wordt afgewezen, komen mensen hier terecht. Dit is het vrijheidsbeperkende deel van Ter Apel. Mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet meer welkom zijn in Nederland, worden hier klaargestoomd voor vertrek. En zoals je ziet staat er een hek ter afsplitsing met de rest van het complex. Normaal gesproken krijgen mensen maximaal 12 weken om zich voor te bereiden op een terugkeer. Maar in de praktijk duurt dat veel langer. How long have you been here? 8, 9 maanden. 5 jaar. Hier in het centrum? Ja. Echt waar? Ja. Ter Apel is een opvanglocatie met twee gezichten. Aan de ene kant heb je bijvoorbeeld de school, waar kinderen gelukkig lijken, snel Nederlands leren. Maar aan de andere kant hebben nieuwkomers geen bed, moeten ze op de grond slapen, of zitten mensen maandenlang vast in de asielprocedure. Heb je het gevoel dat het, hoe het nu gaat, onhoudbaar is? Ja. Waarom? Ja, omdat het is onhoudbaar omdat de plekken op zijn en de wijze waarop wij opvangen niet is waar wij als organisatie voor willen staan. En daarnaast zie ik dat het heel veel doet bij mijn medewerkers en de mensen die elke dag keihard aan het werk zijn. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.